Mijn allerzwaarste rit, dat was vorig jaar in La Course. Dat was een rit van slechts 68 kilometer, maar wel met een col van de eerste categorie, de Col de l'Isoard. Daarvoor was het ook al niet vlak en ik heb daar denk ik nog het meeste afgezien. En dan moet je nog eens na dat afzien, heel die col omhoog, 14 kilometer totaal. Met de laatste, wat is het, 7 kilometer, kom je niet meer onder de 9% eigenlijk. Dus dat is redelijk pittig. Er staat wel heel veel volk langs de kant, omdat de mannen na ons ook zouden passeren. Dus dan word je ook af en toe een keer in een steile bocht, een keer aangeduwd en zo. Krijg dat bidonnen, want de auto's die rijden natuurlijk niet meer, die rijden er heel ver achter. Dus dat was een hele mooie ervaring, maar wel ontzettend zwaar. Nou, ik heb wel beseft dat ik geen klimmer was. Ik was eigenlijk vorig jaar nog een beetje aan het zoeken. En toen realiseerde ik me toch wel van, ah, nou, ik ga in ieder geval geen topklimmer worden. Maar het heeft wel iets gedaan met mij om gewoon tussen die mensen te rijden. Dat ik wel dacht van, het was mijn eerste jaar als prof en mijn eerste jaar dat ik echt serieus voor de sport leefde. En toen dacht ik wel op dat moment van, hoe gaaf zou dit zijn als je hier nog bij de kopgroep zit en nog meedoet voor de winst. En dan tussen al die mensen daar te strijden. Dus ik wil het wel volhouden totdat ik daar ook echt ga rijden. Op die plek, op dat moment van de wedstrijd. Ik denk dat ik vooral mentaal sterker ben dan de rest. En dat ik ook nog heel veel groeimarge heb, meer dan de rest. Ik fiets nog niet zo heel lang en ik ben nu 1,5 jaar serieus bezig met training en een beetje voor de sportleven. Maar ik weet nog wel een hele hoop punten die ik al kan verbeteren ten opzichte van een hele hoop collega's die al. Ja, op hun top zitten met trainen en voeding en van alles kan ik nog een hele hoop verbeteren. Dus dat is iets voor de komende jaren. Dat wil ik ook niet in één keer allemaal doen. Dat ik nog altijd wat marge heb en dan komt het wel goed. Ik ben gewend om altijd in mijn eentje te zijn om zelf dingen te regelen en mijn eigen shit te redden, zeg maar. Dus ik zou dat wel kunnen, maar je hebt ook een hele hoop echte groepsdieren daarbij zitten. Ik kan prima in een groep werken, maar ik kan ook prima zonder een groep werken. Dus voor mij is het geen vereiste dat het goed zit in de ploeg, maar het is wel heel fijn. Ik kom eigenlijk van heel ver en ik koers nu meteen al op het allerhoogste niveau. Dus het zou een beetje onrealistisch zijn als ik nu al zeg dat ik koers wil winnen dit jaar. Misschien op nationaal niveau dat ik wel sterk genoeg ben om zoiets te kunnen winnen. Maar op internationaal niveau zou het leuk zijn mocht ik in een UCI 1.1 of 1.2 wedstrijd een keer top 10 rijden. Dat is al een hele grote stap. Maar op World Tour niveau is het vooral skart om voorbij te blijven. Als het de pech zich opstapelt en je kunt er weinig aan doen, dan dat is gewoon frustrerend. En dan kun je wel denken van dat is nu even frustrerend, maar als het dan vervolgens nog een keer gebeurt en nog een keer en nog een keer. Ja, je denkt na één keer denkt het al van nou ik mag nu stoppen, maar na de tweede keer denk je van nou drie keer recht is scheeprecht. Maar dat is dus dan ook niet, dan komt er nog een vierde keer bij en nog een vijfde keer pech. En daar kan het soms wel even mentaal tegen zitten. En dan is het belangrijk dat je een goede entourage hebt. Iemand waar je, die je echt kunt vertrouwen. En dat is bij mij dan Eli. Waar ik echt op kan terugvallen als ik echt in de put zit. En dat is dit seizoen ook al een keer gebeurd. Ja, dat kan soms wel een week of twee duren. Dan moet je gewoon even weer een positief signaal hebben in een wedstrijd of tijdens training dat je je supergoed voelt en dat je een paar persoonlijke records breekt. En dan heb je weer even van zie je wel, ik ben wel op de goede weg. Ja, soms heb ik wel heimwee, maar ik vind het leuk om te reizen. Echt superleuk om nieuwe mensen te ontmoeten en om nieuwe plaatsen te zien en
liefst ga ik zelf erop uit om ook die plaatsen te ontdekken. En meestal als je met de koers ergens zit, dan kan het niet echt, want je moet gewoon rusten voor de koers. Maar het is wel heel leuk en ook andere dingen die je daar ziet, andere cultuur, ander voedsel. Maar soms dan mis je toch wel, als je daar dan in Italië zit en je eet elke dag pasta dezelfde. Dan denk je, dan heb je toch wel een keer weer zin in zo'n ouderwetse boerenkoolstampot van mama. Voor nu wil ik voor mezelf, de komende 5 jaar wil ik echt naar de top toe groeien. En ik wil binnen 5 jaar zeker kunnen zeggen dat ik echt bij de internationale top hoor. Ja, hier staan dus, ik weet niet wat ze precies aan het doen zijn. Volgens mij zijn ze een band aan het versteken. Ze hebben in ieder geval wel een hele hoop banden bij zich. Gewoon echt om hun rug gebonden zo. Ja, ze staan met een emmer, maar ik weet eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. En de ene heeft, oh, daar staat een boer bij, die heeft klompen aan. Volgens mij zijn ze gewoon aan het drinken, aan het bijvullen. Thank you.